Dagens dichtbij en met nieuws 50 keer het seizoen in Antwerpen. Een beeldvormend beraad over de aanvraag van de zendermachtiging. In hoeverre voldoet A-Visie aan de criteria in het kader van de nieuwe mediawet? Nou, als je de nieuwe mediawet, die gaat uit van een keurmerk. Nou, wij zijn de laatste jaar, anderhalf jaar druk bezig geweest om te kijken van jongens, voldoen wij als omroep aan het keurmerk? En daar zijn wij, maar we hebben een hele goede slag in gemaakt en ik durf eigenlijk wel te stellen dat wij van 90-95% nu aan dat keurmerk voldoen. Ik heb begrepen dat u een van de aanvragers bent voor de zendmachtiging in Almelo. Wat is uw motivatie daarvoor? Of wij een van de aanvragers zijn, dat moet nog blijken, maar dat zou kunnen inderdaad. En een van de motivaties die er zou kunnen zijn, er komt zo meteen een streekomroep. We hebben op dit moment al een redactie die ook in Almelo zit. En dan is het eigenlijk een logische stap om te kijken hoe je dat ook kunt bestendigen. Nou is er een tweede aanvrager voor de zendmachtiging in Almelo en dat is 1Twente. Ik heb begrepen dat de samenwerking tussen A-Visie en 1Twente niet om over naar huis te schrijven is. Nou, dat is misschien een beetje zwaar uitgedrukt. We hebben gesprekken gevoerd en uit die gesprekken komt nou niet bepaald naar voren dat we op één lijn zitten. In principe, er is in het verleden een samenwerking geweest tussen 1Twente en de andere lokale omroepen in Twente. Die samenwerking is geklapt. Er zijn een aantal omroepen, waaronder lokale omroepen, die eruit gestapt zijn. Omdat er alleen maar aansturing vanuit Enschede kwam. En eigenlijk vanuit, als we dan even voor de lokale omroep Almelo spreken, dat wij weinig aan konden leveren en dat wij het nieuws niet professioneel brachten. En op grond daarvan, en in principe eigenlijk het enige wat ons gevraagd werd, is van zorg dat je even genoeg geld aan ons overmaakt. Op grond daarvan zijn wij er toen uitgestapt. En dan zijn wij niet alleen, maar het gaat ook om Sterren uit Haaksbergen. Dat gaat om Hofstreek, gaat ook om 350. En ook andere omroepen zijn er toen uitgestapt. Ik denk dat u bedoelt op het RMC Twente en niet zozeer 1Twente. En dat inderdaad A-Visie daar destijds met nog een aantal andere omroepen inderdaad uit is gestapt, zeg maar. En dat had ook te maken met eenzelfde uitgangspunt die tegenwoordig ook een wettelijk vereiste is. Namelijk dat er een centrale aansturing is op journalistiek gebied. En dat is toch echt een voorwaarde. Mijn inziens, als je moet samenwerken, betekent dat je ook probeert een goed plan te schrijven waarin al die kikkers die toen uit de kruiwagen zijn gesprongen er ook weer in krijgt. En als je dan een plan voor ogen krijgt van hier staan wij voor. Hierin kun je meedoen als omroep. Ja, dat is voor mij geen samenwerken. Samenwerken ga je uit van een aantal uitgangspunten. Uiteraard is daar de wet leidend in. Maar je moet daar wel je couleur lokaal erin kunnen geven. Hoe moet het nu verder met een samenwerking die nu al stroef verloopt? Ja, dat is een uitdaging. Dat gaf ik net ook al aan in het beeldvormend beraad. Dat het lastig is. Van wie moet het initiatief komen? Nou ja, wij zullen in ieder geval altijd het initiatief ook blijven nemen. En dat kan ook van A-Visie uitkomen. Maar wij zullen dat in ieder geval ook doen. Hoe schat u uw kansen in om in aanmerking te komen voor de zendmachtiging? Dat is aan de raad.